eerste jaar gaat weer beginnen. Ik heb er zoveel zin in. Ik wil er spontaan een nootmuskaatkoekje van pakken. Ah, dat heb ik terug. En een donut. Ik wil eigenlijk zoveel. Het begint gewoon weer. GTA gaat weer beginnen. Het was zo spannend. Ik wil dit eigenlijk echt met iemand delen. Ah, wat spannend was dit zeg. Niet normaal. Ah. Oh god. Oh, wat in de fik hier? Wat gebeurt er daar? Hallo? Henkie? Ben jij de brandblusser? Frank, wat gebeurt er? Ja, hij staat er in. Wat is er dan? Hij staat er in een hens, maar... Oh, je banden kloppen! Ja, dit maakt allemaal niet uit. Pas op, Frank, wat heb ik wat ben je geweest? Ja, ik was op een track-and-track festival en daar heb ik deze gekocht, maar er is nou een stuk. Ah, wat? Het huis staat in de fik, Frank! Frank! Alles brandt af! Bel 112! Ja, maar dat maakt allemaal niks uit, maar... Nee? Nou ja, komt binnen, Frank! Ik kom allemaal politie en zo. Ik moet even schuilen, want ik heb net ook een paar herten. Oh nee, er komt heel veel politie aan, Frank, naar binnen rennen! Waar komen ze allemaal vandaan? Ik weet niet wat het allemaal is, maar ze zijn al stil, dat zou wel goed zijn. Ja, dat zou wel goed zijn. Oké. Frank, waar ben je geweest? Nou, ik was op de track-and-track festival. Hé, wat heeft hij toch gedaan? Oh, schrik me dood! Ga maar uit! God, wat is er voor onderzoek ineens? Hé, hey, ga maar uit! Ga maar uit! Ga weg! Goed werk, jongen. Wat was dit voor... wat was dit, Frank? Wat Henkie, heb je? Ja. Henkie, heb jij nog iets waar ik mijn wapen kan laten? Want ja, ik heb... Frank! Ja, ik kan herten schieten. Ik moest ook herten schieten. Ze zijn weer binnen. Ga mijn huis uit. Ga mijn huis uit. Nu. Eruit. Eruit. Wat heb je... Frank. Wat is er allemaal aan de hand? Ik was gewoon rustig tv aan het kijken. En toen kwam jij aan de ploffing en politie. Nou, weet je wat het is? Nou? Waar op track-and-track festival. Maar daar hak ik ook mooie plantjes bij. Ja, heb ik verkocht. Ah, ja, dat vinden ze denk ik niet zo leuk. Ik heb ook mooie plant. Kijk, wat vind je van deze plant? Ja, die is ook mooi. Maar zit er ook mooie top in, of niet? Ik denk het. Wat bedoel je? Ja, oké. Okay. Oh. Ja, nou, nee, dat maakt niet uit. Nee, maar ja, Frank, ja. Weet je wat ik gezien heb? Waar heb je gezien? GTA gaat weer beginnen. Het is eindelijk zover. Op de tv? Ja, ik heb geen tv meer, want ja, ik kan me geen hand voor. Maar, ik verveelde me eigenlijk de laatste tijd. En dat GTA weer begint, heb ik ook eigenlijk weer zin om lekker ouds te monteren. Ja, maar waar heb jij al die tijd gedaan dan? Want ik heb ook niks meer om jou gehoord. Nou, ik heb hier op de bank gezeten, er liggen tissues. Het is niet wat je denkt. Ik heb hier gewoon lekker mijn ding gedaan. Ja, een beetje verkouden, dat kan, hè, ja. Verkouden, een beetje vakantie gehad. Ga eens weg met die stomme sirenes! Ik ben het zat, ja. Wat zijn jullie zo... Mijn panto! Frank. Ja? Mijn panto is gestolen. Hoezo is u een panto gestolen? Iemand heeft mijn panto gestolen. Wie heeft die gestolen? Ik heb camera's, jongen. Gaat daar echt epic... dat laserbeveiligingssysteem allemaal geïnstalleerd? Ja, dat is zo allemaal. Dat is allemaal outdated en dat werkt allemaal niet meer. Ik moet allemaal nieuwe dingen installeren. De supersonische nieuwe Hydra die is uitgekomen. En die kan ik denk ik wel even upgraden en Henkie proef maken. Ja, maar ik wou het vertellen over u verveelt en... Ik verveelde me. En eigenlijk, weet je, kom gewoon lekker naar de woonkamer. Naar de woonkamer, ja, is goed. Lavalamp. Weet je van mijn lamp? Die staat ook, hij werkt nog steeds. Ah ja, en die ventilator die werkt ook nog steeds, jongen. Ja, dat is mijn airco-systeem. Dat is geen airco, maar mag niks. Dat is wel een airco, net zoals mijn koelkast daarom. Ja, oké. Okay. Maar ga door, want ik val alweer af. Wat nou als wij een advertentie gaan maken om weer auto's te kunnen monteren? Dan gaan we samen een klus doen. Net zoals de oude tijd. Waarschijnlijk 2,50. Of zo. Oh, dat is prima. Dan kunnen we het weer doen. Dat is goed, dan gaan we dat doen. Daar heb ik zoveel zin in. Ik wil een nootmuskaatkoekje pakken, maar jij krijgt niet. Dat zijn van mij. Jij mag een stukje hier. En ga je dan een spritskoekje? Ik heb kip voor je en ik heb muesli. Oh ja, doe maar ik neem de nootmuskaat van mijn nootmuskaat blijven. Oké? Okay, ja, is goed. Ah, ik heb hier zoveel zin in. Dit gaat echt leuk worden. A few moments later. Ah, nee, dit is klaar. Dit moet Frank zien. Dit is zo'n leuke reclame geworden. Frank! Waar ben je? Frank! Ben je mijn nootmuskaatkoekjes aan? Blijf van mijn nootmuskaatkoekjes aan! Ja, maar ze zijn zo lekker! Nee, ga weg! Mijn nootmuskaat! Ja, Frank! Okay. Daarheen! Ik heb er twee, daarheen! Ik heb het... Mijn nootmuskaat! 1, 2, 3, 4... Het waren hier nog 5 en nu zijn er maar 4! Nu moet ik nieuwe kopen bij Rapief! Oké, maar Frank! Ja? Ik was eigenlijk heel enthousiast, maar nu ben ik een beetje boos op het maar... Moet je zien, de reclame is echt super leuk geworden!
echt. We hebben dit, dus echt, we hebben heel, heel goed werk verricht. Echt, we willen heel veel mensen auto's bij ons willen laten monteren. Kijk, ga aan de kant. God, sorry jongen, ik ben er niet zo'n dunne. Ah, nou, ik stop hem even in. Hier, kijk. Oké, zo. Ben je klaar? Dit is echt een hele leuke reclame geworden. Ik ga voor je staan. Zo. Ben je klaar? Ja, ik ben er klaar voor. Gooi hem maar erin. Ah. Ben jij het ook zo zat om in je oude tractor rond te rijden? Ja. Kom dan nu naar Henkies Monteurder en laat jouw tractor of auto of ander wagen monteren. Toch, Frank? Ja. Maar van zo'n tractor kunnen wij naar dit! Echt zo'n prachtige droom. Frank, de cameraman, post op! Kom nu naar Henkies Monteurder. Open 24/7. Ja! Ja, god miljoen, dat is een mooi filmpje. Dat is nog een goede reclame. Echt. Nee, ik voel me net James Bond, jongen, zo goed dat Dit was ook zo goed geacteerd van jou. Ja, jongen. Echt. Oh, de telefoon gaat zo snel. Laat me. Ik durf eigenlijk niet op te maken. Met Henkie, hallo? Hallo, met Brian. Met Henkie's Monteurdeur, kan ik u helpen? Ja, ik zag een reclame voorbij komen en ik heb een klein autootje. Ik zal er wat groters, wat stoerder van willen maken. Oké, wacht 2 seconden, meneer. Het is je klant! Broer, ik ben net 2 minuten verder en ik bel nou weer. Oké, hallo, ben ik weer. U had het over een auto, zag ik. Ja, klopt. Een klein autootje. Kom maar gelijk langs. Je hoeft geen afspraak te maken. Je mag gelijk langskomen. En ik zou echt iets grandioos van maken. Oké, zie ik u zo. Jotto, tot zo. Frank! Ja. Hé, we hebben een klant. Hij komt er gelijk aan. Ik ben alleen een beetje moe. Ja, wakker worden. Wakker worden. Jongen, ik sloeg je ook echt nog een keer een kop klein. Dat is, jongen, dat is nog voor de nootmuskaatkoekjes bijna. Ja, nee, dat verdien ik wel. Dat is waar. Ah, oké, maar hij komt er gelijk. Ik heb hier zoveel zin. Ik moet... dan ga je spullen. Ja, ik heb alles nog in mijn garage staan, maar het is een beetje, het kan misschien wel een beetje gestoft worden. Ja, dan gaan we even stofzuigen eerst. Ik heb er zoveel zin in! Dit gaat zo leuk worden, Frank. Ik ga gelijk naar mijn garage toe lopen. Je tractor staat hier nog. Mijn garage, ik ben hier al zo lang niet meer geweest. Ik weet niet waarom ik het niet meer gedaan heb. Ik heb hier zoveel zin in, Frank. Daar gaan we. 1, 2. En dan zeg jij? Ja. Ja! Let's go! Alles is helemaal mooi afgestoft. Alles is helemaal klaar. Ik heb hier zoveel zin in. Frank, ik kan echt niet wachten. Daar staat Frank. Wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Ik zag een doos liggen. Hij rijdt zo hier bij nieuwe vochtuin. Hallo? Wat heeft dat te betekenen, jongen? Ben je wel gek, jongen? Ik zag een hele doos vliegen. Ja, ik had gebeld. Wie ben je? Jij bent de klant! Pato! Zijn ook spoed nou tijd, hè? Ga binnen. Ja, sorry. Ja, kunt u er wat moois van maken, misschien? Ik kan hier wat prachtigs van maken. Echt, hij gaat grandioos gewoon. En, maar wat is met de tractor gedaan, meneer? Die ziet er niet zo... Ja, die is van mij, die... Kijk, die is van de reclame die je daar ziet. Herken je hem? Die daar. Ja, ik herken hem. Ja, en die moet ik nog opknappen. Die kan Frank hem aan het huis logen in de fik. De politie kan alles gebeuren. Hij was helemaal fout, maar... mag ik de sleutels? Ja, natuurlijk, als het moet. Frank! We hebben een... dit is je panto. Ja, maar ik pas hier nooit in, hè? Dus dan moet je het zelf doen. Dit is de versie met de koplamp UL licht V-panda. Wat jotten, wat grandioos! Echt. Ik ga gelijk beginnen. Oké? Hé, meneer. Hé. Hey. Je kunt hem ophalen over 12 uur ongeveer. Dan neem ik contact met hem op. Helemaal goed, dankjewel. Dit wordt zo leuk. Dag, hoe heet u eigenlijk? Mijn naam is Brian. Oké, Brian, doei. Ga weg. Je mag niet naar dit proces kijken. Sorry. Hey, houdoe, hè. Houdoe. Dag. Frank, ik heb hier zoveel zin in. Ja, ik ook wel, maar ik kom hier nooit in, jongen. Jawel, kijk hier, kom. Je moet even langs het hek lopen. Ja, even langs het hek, jongen. Kom op, Frank, gewoon even die billen binnen trekken. Zo kan het ook. Oké, kijk, dan gaan we. Je moet die tractor. Oh, jongen. Ja, we gaan hem toch renoveren. Wat heb ik hier zin in. Echt. We houden lekker buiten de gastje. Het is mooi weer in de zon werken. Ik heb hier echt heel veel zin in, Frank. Ik heb alle onderdelen al ready, want het is een panto, dus ik hoef niks op te halen. Dit wordt echt superleuk. Ben je ready, Frank? Het wordt zo mooi. Oké, dan gaan we hem nu monteren. Ik wil mijn camera hierbij hebben. Ik wil alles doen, oké? Ja, dat is goed. Ik hou heel veel mee. Dan gaan we. Panto makeover! Het ding is teruggelegd. Nou, het hele framework is klaar. Frank, start hem aan. Kijk of de motor werkt. Hoppakee! Zo, dat doet hij goed. Frank, zag je dat?
Dat is een power in een ding, jongen. Ah, doe nog eens een keer. Geef me eens een goede paardenkracht. Zo, met de ultrasonische. Oh, pas op. Pas op, hij gaat snel. Hou de handen er niet af, want anders vlieg je vooruit. Zet je nee, ik stop hem, Het zijn mijn creaties, Frank. Maar ik vind alleen, de kleur vind ik eigenlijk alleen helemaal nog niet goed. Ja, en ik mis nog wel lampjes. Echt alleen wat lampjes en dan zie je nog een framework aan de voorkant. En we zien nog de nieuwste UTL-8994 grill aan de voorkant met de UL-gouden lampen. En dan de... Ik heb allemaal zulke goede ideetjes, Frank. Nou, doe het maar eens dan, want dan moet je wel schieten, ik heb mijn verf en mijn spuitbus nodig. Geef me eventjes. Ah, jotem. Hij is helemaal klaar in 3, 2, 1, pa! Zo, wat een prachtauto is het geworden. Frank, pas je op met de handrem. Echt. Doet de handrem doet me Pas op! Wow. Pas nou op! Mijn prullenbak! Je hebt mijn prullenbak. Ik zie overal papiertjes vliegen en mijn plant. Je hebt mijn plant kapot gemaakt, Frank. Ik wou dat niet thuis. Maar kijk, dat was ik niet. Met nummerbord, jotten en zo erop. Alles werkt, alles is goed. En prachtige wielen van de nieuwste categorieën. Smokeramen en de kleuren kloppen helemaal. Wat vind je ervan, Frank? Ja, ik vind hem keischoon. Ik vind hem heel mooi. Ik wil ook rennen. Ja? Maar we moeten hem wel even testen natuurlijk. Ja, maar hoe kun jij beter uitkomen? Testen dan op het algemeen testrijd. Wat eigenlijk het vliegveld is en waar we niet meer mogen komen. Maar we gaan er alsnog naartoe. Oké? Okay? Ja, dat gaan we doen. Dat is goed. Ja? Ik heb er zoveel zin in. Hij gaat snel, want de turbo engine zit er ook weer in. Ik heb er zoveel zin in. We gaan naar het vliegveld. Let's go! Frank, we zijn er! Ja, ben jij niet een beetje bang dat de politie komt? Want we mogen hier eigenlijk helemaal niet meer komen. We hadden toch een vergunning om hier te zijn? Ja, die hadden we. Ja, maar misschien nu ook nog wel. Dat zou toch wel echt top zijn. Nou, oké. Wat ben ik hier lang niet meer geweest, zeg. Die testen we altijd al onze auto's en zo. Nou, zal ik eens kijken of de turbofunctie eigenlijk werkt? Ja, dat zou wel handig zijn, ja. Oké, hij rijdt nu gewoon, maar het is natuurlijk fijn als de turbofunctie... Ik heb hem met die stad aan, ik had niet gedacht dat hij al aan zou staan! Frank! Wow! Ik dacht dat we het water in vlogen. Dan vloog mij zelf weg. Dat was snel! Zag ik die adrenaline daarvan? Frank, wat goed! Hij werkt helemaal! En hij is ook niet beschadigd, dat is nog het mooiste van alles. Nee, dat zijn denk ik allemaal auto's, hè. Die beschadigen nooit. Nee, dat zeker wel. Pas op! Jongens! Frank! Ik ben een dodelijke draaier! Hij slipt! Ik ben misselijk! Net in de kermis, hè! Wow! Zag je dat? Ja, nee, net de kermis, hè, jongens. Mooi spul. Maar hij werkt helemaal. Gaaf zeg, nou, ik ben ook benieuwd. Ik ben benieuwd of die functie werkt. Ik heb een tijdje geleden wat gezien op het internet en ik heb geprobeerd of dat ook misschien bij deze auto's zou werken, maar ik weet het niet zeker. De neus? Ja, kijk, nou, je hebt een nieuwe spinnenfunctie, zeg maar, weet je? Maar ik weet niet of die ook, of ik die correct gemaakt heb. Oh jongen! Ja, kijk, nou, zo, kan je lopen. Goed. Kan je lopen? Frank! Ja, en maar kijk, dat is het. Je kan omrollen met deze auto. Je kan doen wat je wil en hij landt altijd op zijn beentjes. Cool, hè? Ja, maar dan wil ik ook met een tractor, want ik val altijd om met een macht. Je valt altijd om. Nou kijk, deze tractor heeft het nieuwste. En hij kan breakdansen. Cool, hè? Zo. Let op. Cool. We staan vast. Wacht, kijk. Kijk, we kunnen lopen. Allemaal nieuwe functies die ik geïnstalleerd heb. Ja, nee, dit zijn allemaal nieuwe functies die ik geïnstalleerd heb. Ik kan nu ook lopen met de auto. Maar wacht, je ding wel op de openbare weg. Kijk, maar het enige probleem is dat tijdens het lopen dat je kans hebt dat je niet meer zo makkelijk recht overeind komt. En dat hebben we nu, zeg maar. Dus als je nu gas geeft, wat gebeurt er dan? Niks. Niet zoveel. Ik denk dat je even moet helpen, want... Moet ik helpen? Ja. Dan kan ik een keer tegen iemand schoppen. Pas op dan! Frank! Pas nou op, duw er even tegenaan! Ja, oké, wacht. Want ik krijg hem niet meer recht overeind. Nog een keer! Moet ik niet bewegen, jongen. Tegen de mand. Doe je best, Frank! Frank, pas nou op! Maar we zitten vast. Ja, ik denk dat we even een hulpje nodig hebben, want ik krijg
niet meer recht overeind. Weet je, als ik nou heel zachtjes naar de muur loop misschien. Kijk, hij doet niet mee. Dat is mijn enkele noodsysteem. Als ik dit hoort, dit is de bedoeling. Ja, 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 kijk. Dat dit... Oh, 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 wow, wat gebeurde er? Ja, ik zat tussen het wiel. En, ja, het werkt zo, ja. Het werkt zo. Goed gedaan, Frank. Dus de boer van nou, stap in. Stap in. No. Ik denk dat we de man even moeten bellen. Doe maar even, ja. Heb je zijn nummer nog, of niet? Ja, ik heb zijn nummer nog. Nou, ik ben je bellen dan. Ja, ik bel hem nu. Hoop ik neemt hij op. Nou, wachten natuurlijk. Hallo, met Brian. Oh, daar heb je normaal. Brian, je auto is klaar. We zijn op het vliegveld en hij is helemaal ready. Je kan hem ophalen. Oké, dan kom ik hem meteen aan. Ja? Ah, oh, ja, jotten, dan zien we je zo. Waar sta je? Ik sta in hangar 1. In hangar 1. Ah, oh, jotten, dan zien we je zo. Oké, doei. Oh. Frank, hij gaat hem ophalen. Zie je die slips en die donuts die ik heb? Ik heb echt... Maar, Henkie, ja? Dit mag eigenlijk helemaal niet op de openbare weg. Dus we moeten daar gewoon de sleutels afgeven. Ja? En rustig weglopen, denk ik, want... Maar we moeten ook betaald krijgen. Oh ja. Maar hoeveel vragen? Want we hebben geen prijs afgesproken. Ja, 2,50 per persoon, denk ik. Ja, dan kunnen we een ijsje verkopen. Ah, oh, een ijsje! Heb ik zoveel zin in! Ah, hij zou hier ergens staan, trouwens. Waar is een vliegtuig? Ongeveer is hier. Is hij hier? Dit is hangar 1. Oh, daar heb je hem! Daar heb je hem! Hoi, goedemiddag! De auto is klaar, hoor! Kijk wat een prachtauto het is geworden. Dit is uw nieuwe auto. Dit is de Henkeleder Panto 964cc P58 Donut Edition. Wat vind je ervan? Ik vind hem prachtig. Prachtig, ongelooflijk. Hij is echt mooi en dat is 2,50 per persoon. Ik wil niet meer geld. Nou, 2,50, even kijken. Alsjeblieft, kijk, hebt u 5 euro, krijgt u ook allebei 2,50 vangen. Yes, kun je een ijsje kopen? Moet je er maar eens in rijden. Gaat hij ook hard? Ja, hij gaat wel op zich wel ietsie pietsie hard gaat. Ja, instappen is af en toe een beetje moeilijk, maar... Ja, ik zit erin. Gewoon gassen, gewoon nog op gaspedaal. Rennen, Frank! Daar gaat ie! Rennen! Frank, rennen! Zou je het doorhebben dat die auto zo snel is? Nee, die komen alleen in deze auto even. Kom. Welke? Is dit jouw auto? Ja. Ja, maar... Dit is wel een auto. Oké, ga Frank. Ga even dit... draadjes. Hoppakee. Pas op zeg, dit drift. Wat heb je met deze auto gedaan? Ja, weet niet. Ja, ik heb draadjes in de kwaad genomen. Frank, wat was dit leuk weer, dit avontuur. Ja, maar dit is lang geleden. Ik heb echt lang genoten. Zullen we gewoon weer vaker monteren? Ja, maar wel voor 3 euro. Voor 3 euro? Per persoon. Dat ziet eruit als een heel leuk avontuur, Frank. Kom, we sluiten het af met die ramp daar, ga ervoor. Frank, ik vond het een hele leuke episode. We gaan het vaker doen! Oh!